Manny, kijk eens wat geld ik hier gekregen heb. Dat heb ik gewoon gekregen van mijn volgende gast, want voor hem, ja, geld. Het zijn maar briefjes, zeker. Arthur Brekelmans, welkom. Hallo. Goedemiddag, fijn dat je hier bent, Arthur, want ja, het is het begin van het jaar. En dan denken mensen altijd, ja, geld besparen, want het is crisis, zeggen ze dan. Maar geld besparen kan eigenlijk heel simpel. Want je hebt trouwens ook een boekje geschreven op Stop met dat gezeik, Iedere Rijk. Ja. Een jaartje geleden ongeveer? Ja, het is een jaar en 10 dagen geleden dat ik hier was te gast bij Cynthia. En ja. Daarvoor was het, is mijn boek inderdaad uitgekomen. Ja. Nu is onze vraag, hoeveel rijker ben je geworden op een jaar en 10 dagen geleden? Dan moet ik zeggen... Hier ben ik heel erg rijk geworden, omdat ik heel veel geleerd heb. Ja. En in de beurs rijk, dat ben ik ook wel geworden. Maar daar heb ik ook weer een deeltje van afgestaan aan het goede doel. Ja. Maar ja, het is wel de bedoeling dat je daar ook financieel rijker door wordt. Ja, en kan dat eigenlijk? Ja, dat kan. Dat kan nog steeds. Alleen je moet het zien, het zijn twee delen die je hebt. Ik zeg het altijd, dit deel en dit deel. Ja. Met dit deel, dan word je geleerd op school om een baan te zoeken, ja, om geld te verdienen. Te werken. En met je twee handen kun je 30.000 tot 35.000 euro per jaar verdienen. Met dit deel worden miljoenen, miljarden verdiend. En dat wordt op school heel erg weinig onderricht. Ja. Dat wordt bij de baas heel erg weinig onderricht. En daarom vind ik het, als financiële huisarts, als geldcoach, heel erg belangrijk dat mensen dat ook onder de knie krijgen. Ja. En hoe begin je daar eigenlijk dan aan? Want er staan de laatste dagen heel wat tips van, kijk bijvoorbeeld een keer, vergelijk de elektriciteitsrekening. Ja. Want in Vlaanderen is het laatste jaar de energiemarkt is opengebroken. Ja. Honderden euro's kan je besparen. Is dat een begin? Echt zo. Ja. Is echt een begin. Ik zelf heb in Nederland natuurlijk een andere markt als in België. Ja. Alleen het is zo dat de Consumentenbond in Nederland heeft Nederlanders opgeroepen. Mensen, jullie laten ongeveer 488 euro liggen omdat jullie niet bereid zijn of bang zijn om van energieleverancier te switchen. Ja. Ik denk, hey, als dat toch een mogelijkheid is om te kunnen besparen en dus niet te hoeven snijden in de vakantie of in andere dingen. Doen. Ja. Gewoon doen. En waar kunnen we nog geld besparen eigenlijk? Want dat zijn die dingen die de mensen graag het huishouden. Het huishouden. Ja. 20% van de kosten wordt aan persoonlijke verzorging en aan eten, koken, huishouden. Ja. Ik heb een paar attribuutjes bij me. Ja, inderdaad. Wij zijn Nederlanders. En in de verre omtrek zijn dit soort attributen... Ja, ik ga even wat zien. Wat is het eigenlijk? Dit is een flessentrekker. Een flessentrekker? Daar halen we de laatste restjes mee uit de flessen voordat we ze weggooien. Meen je dat? Nederlanders. Nee. Dit is een pannenlikker. Daar halen we alle restjes mee uit de pan, zodat we ons bordje nog een keer lekker kunnen opscheppen. Ja. En dit is de aloude bekende kaasschaaf. Ja, inderdaad. Ja. Wereldwijde bekende attributen van de Nederlanders. En die moeten we nog eens een keer wat vaker gaan gebruiken. Ja, waarom? Waarom? We gooien heel veel weg. Ja. We zitten in de overconsumptie. Maar weggooien we daar eventjes, want inderdaad, er wordt heel veel eten weggegooid. Ja, ongelooflijk veel eten wordt er weggegooid. Ik kom net van Djerba, ik heb een fantastische 2-weekse vakantie gehad. En als je ziet wat daar opgeschept wordt en weg wordt gegooid, ik probeer mijn kinderen dat te leren dat ze dat niet doen. Ja. Ik probeer ook niet te veel boodschappen te doen. Een lijstje maken met doelen daarop. Hoe ga je je boodschappen doen? Wat ga je halen en wat ga je niet halen? Ja, maar mag je vragen, want ik wil maar 2 schelletjes kaas in plaats van een pakje waar er 5 of 7 in zitten? Ja, je kunt natuurlijk voordeelpakketjes kopen. Je kunt natuurlijk 2 voor de prijs van 1 kopen. Let daarop. Als je dat goed doet en als je dat bewust doet en als je dat blijft doen, wordt het een soort tweede natuur en wordt het een sport. Ja. En daardoor kun je heel veel geld besparen. Ja, inderdaad. Nog zoiets wat in Vlaanderen dit jaar heel actueel was, zijn de telefoontarieven. Die zijn hier onwaarschijnlijk hoog. Ik denk bij de hoogste van heel Europa. Ja. We willen er ook wat aan doen. Maar kan je daar als consument vandaag ook wel iets aan doen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er zijn zoveel telecomaanbieders. Er zijn zoveel internetaanbieders. Ik zelf ben een hele leuke samenwerking aangegaan met een Belgisch-Nederlands telecombedrijf. Ja. En ik kan mensen helpen om te besparen. Maar mensen kunnen zelf ook helpen om zichzelf de kosten in de zak te houden. Ja. Het kan soms 10 tot 20 tot 30 euro per maand schelen om je vergelijk te doen. Om te kijken, hey, kan het niet daar? Kan het niet in een pakket? Kan mijn mobieltje niet in het pakket van internet en van gas en elektriciteit? Het kan allemaal. Ja. Maar zoek het even uit. Internet is daar een fantastisch medium voor. Ja. En haal daarmee de besparingen die je dus in het jaar 2013 kunt halen. Ja. Arthur, dat lijkt me allemaal zo simpel. Waarom doen we het eigenlijk niet? Zijn we te lui? Ik denk het. Ja. Ik denk het. Ik denk dat het... mijn vrouw zegt altijd zo... het leven wordt erg moeilijk als jij te gemakkelijk bent. We zijn te gemakkelijk. Ja. Alles is gemak. Alles kost maar een paar euro per maand. Doen we dit maar, doen we dat maar. Hey, als we ons een beetje meer moeite gaan doen om dat soort dingen te doen, dan wordt ons leven
door het moeilijke pad op te gaan, ja, uiteindelijk een stuk makkelijker. Ja, want we reizen soms van de ene supermarkt om daar iets goedkoper te halen en daar iets goedkoper te halen. En we gooien honderden euro's weg met energie. Precies, precies. Ja. Zeg, even over beleggen, want ja, als je vandaag de dag geld op je sparing zet, iedereen heeft gezien, begin van het jaar, je krijgt dan... met een beetje geluk krijg je nog een beetje rente. Ja, ja, als je echt heel veel geluk hebt, kunnen we met ons geld ook wat meer doen? Want... Ja, als je het eenmaal hebt, je kunt beleggen in kunst, je kunt beleggen in edelmetalen, je kunt beleggen in jezelf, door bijvoorbeeld extra inkomensgenererende activiteiten te gaan doen. Wat bedoel je dan eigenlijk? Je kunt bijvoorbeeld een eigen webshopje beginnen, je kunt bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aangaan met collega's die al succesvol zijn op een bepaald gebied. Je zou bijvoorbeeld tweedehands kleding kunnen gaan verkopen. Ga de zolder maar eens op en ga maar eens kijken wat daar ligt en wat je eigenlijk bewaart. Wat misschien voor een ander nog best wel wat waarde heeft. Via internet kan je dat heel vlot verkopen. Fantastisch. Allemaal. Ja. We zijn beleggen met edelmetalen, wat bedoel je daarmee? Goud, zilver, grondstoffen. Maar kan je dat gewoon maar kopen zomaar? Ik wil een beetje goud hebben. Ja, er zijn brokers, er zijn bedrijven die speciaal daarin beleggen. Ja. Nogmaals, lees je, voed dit gedeelte ook een paar keer per dag. Ja. Dit gedeelte voeden we 3 keer per dag. En bij sommige mensen is dat te zien. Maar dit gedeelte, dat doen we eigenlijk te weinig. Ja. Daardoor zou ik zeggen, lees veel. Ja. Kijk veel op internet. Lees veel boeken. Mijn boek kan daar een hulpmiddeltje zijn. Trouwens, je boek inderdaad is een heel succesvol boek. Maar we hebben hier heel speciaal voor onze kijkers. Want Arthur heeft een lijstje met 108 spaartips. Spaartips, ja, heb ik voor jullie. Die kunnen jullie gewoon gratis krijgen. Ja. Gewoon even naar de website gaan van Arthur. Ja. Arthurbrekelmans.com. Dus www.arthurbrekelmans.com. Ja? Daar zet ik alle 108 bespaartips op. Ja? Bij het achterlaten van de voornaam en het e-mailadres stuur ik ze binnen een week of twee, stuur ik ze alle 108 op. En daarmee kun je toch het eerste jaar al... En dat is gratis, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, een Nederlander die iets gratis geeft, daar moeten we gewoon gebruik van maken. Ik wil nog één zakje doen, omdat we zo meteen gaan het hebben over kunst. Ja. Belegging in kunst. Ik zag onlangs, of ik las onlangs, Jan Hoed, ken je waarschijnlijk wel, een bekaamde kunstkenner. Hij zegt... kunst is 100 keer beter dan aandelen, beleggen in kunst, zegt hij. Het is waar. Het nadeel een beetje daarvan is dat je best wel lang moet wachten voordat kunst zeg maar, relatief waardevol wordt. Maar hey, gedurende de tijd, en je hebt het aan de muur hangen of het staat op een mooie sokkel, je hebt er wel fantastisch veel plezier van. Ja. En ook dat is wat waard. Ja, oké, goed. Arthur Brekelmans, www.arthurbrekelmans.com als je dus graag die 108 tips wil hebben. En dan willen we heel graag van jullie weten aan het einde van het jaar of in begin 2014 hoeveel jullie bespaard hebben. Dat zou een mooi ideetje zijn. Precies. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. En heel veel succes. Ik ga het geld teruggeven. Hè? Ja, dank je wel.